Werk.nl is de portal voor het aanvragen van werkloosheidsuitkeringen, bijstandsuitkeringen, hulp bij het zoeken naar werk. Okay, er staan een kleine 100.000 vacatures open en er staan een groot, heel veel gedeelte op Werk.nl. Solliciteren, nou, u bent er bekend mee, vanuit Werk.nl, u krijgt een aantal vacatures aangeboden. Als die er zijn. En u moet ook vertellen dat u gesolliciteerd heeft. 4 keer per maand. Ja. Ja, nog steeds 4 keer per maand. Ja. En ook daar moet u zijn om uw werkloosheidsuitkering aan te vragen. Of eventueel bijstand als u daar recht op heeft. En daar staat ook uw, als u eenmaal bekend bent bij werk, heb je ook een eigen werkmap. Waarin u uw cv kunt opslaan en alle documenten die u nodig heeft bij UWV, bij het solliciteren. Mijn werkmap, zoals allemaal, hè, alle sites, mijn werkmap, mijn, alles van mij. Mij nog even uw eigen stukje op de website van werk.nl. U komt daar alleen maar binnen met een gebruik van uw DigiD. U kunt daar alle gegevens die er staan bekijken en aanpassen. CV plaatsen en aanpassen, vacatures kijken, contact opnemen met uw een zogenaamde e-coach. U heeft een e-coach bij de computer aan de andere kant beantwoordt uw vragen. En er zit niemand meer achter, dat doet de computer zelf. Werkt dat? Of? Ja, dat werkt. Ja. Als je de vraag goed stelt, ja. Meestal, kijk, en als het niet zo is, dan zijn er al hulptroepen die vragen die ze niet kunnen beantwoorden, worden uitgefilterd en doorgezet naar allerlei daarvoor bestemde ambtenaren die daar ook nog steeds zitten. Steeds minder, maar ze zitten er nog steeds. Nou, wat gaan we doen? We gaan naar werk.nl, de website bekijken, zoeken naar vacatures, meld u aan bij mijn werkmap, dus met het gebruik van uw DigiD. Bekijken persoonlijke gegevens en gebruik uw werkmap. Nou, dus, zoals alle sites van de overheid ook dezelfde opmaak, mooi oranje bakje, balkje bovenin, een zoekbalk op dezelfde plek en ook het inloggen met uw DigiD op dezelfde plek. Nou, dit is gewoon de site van werk.nl. Daar staan al een heleboel gegevens die u gewoon allemaal kunt inlezen. Ook we gaan ook wel webinars geven tegenwoordig. Wat moet ik doen om een goede indruk te maken als ik ga solliciteren? Moet naar de kapper, moet de handen wassen, moet spijker moet zonder gaten aan en dat soort zaken. Ja. Banenmarkt, gaan werken op Schiphol. Nou, gezellig, maar dat moet. Veel gestelde vragen, altijd, hè, op alle sites is er zo'n plekje van, zijn er vragen die vaak gesteld worden opgeslagen in een soort database met daarbij de antwoorden en de uitleg die erbij is. Veel gestelde vragen, zoals hoe verleng ik, hoe schrijf ik me in, werkervaringen, nevenactiviteiten, dus als u vrijwilligerswerk gaat doen bij ons, dan kunt u dat daar invullen. Ja, kunt u daar invullen. Ja, je moet een formulier uitprinten. Ja, je moet eigenlijk eerst toestemming vragen om vrijwillig werk te mogen doen. En hoe lang en welke dagen en dat soort dingen. Ja. Je moet altijd beschikbaar blijven voor eventueel regulier werk. Dat is even wetgeving. Nieuw werk, nou nog steeds zonder dat we ingelost zijn, zijn er een aantal zaken die u zelf daar kunt doorwandelen. Zoeken naar vacatures, online trainingen. U kunt daar een aantal psychologische tests doorwandelen. En ook door een aantal vragen in te vullen, wat is nou eigenlijk wel een baan die goed bij mij zou passen. Dat soort zaken. Nou, u ziet het, 3326 magazijnmedewerkers. Meer dan 101.000 zijn het. 100.000 zijn er maar. Ja, bezoek. Zoals we dat zo zeggen. Nou, als u heeft geklikt op magazijnmedewerker. Dan krijg je allerlei vacatures die op dit moment beschikbaar zijn. Nog steeds in de omgeving waar we niet ingelogd zijn. Ja? Pas op het moment dat u zegt van nou, ik wil daar gaan solliciteren, dan bent u verplicht om uw DigiD te gebruiken. Of niet. Als u het niet doet, dan moet u al die pagina's invullen. Al die vragen van die werkgever beantwoorden. Terwijl als u uw DigiD gebruikt, dat voor de helft al wegvalt omdat die gegevens al bekend zijn.
nieuw werk, nog één met uw DigiD, zoals u bij mijn werk. En vervolgens komt u in mijn werkblok terecht waar u uw sollicitaties moet doorgeven, waar u een cv kunt maken, waarin u allerlei zaken kunt regelen. Landmaning, nieuwsberichten, gegevens, working in het Engels, zelfs nog een Engelse vertaling ervan gemaakt. Nou, mijn werkmap, taken en sollicitatiesactiviteiten zoals u ziet, mijn cv, mijn vacatures, berichten die uw e-coach aan u stuurt van u moet boodschappen, vindt u daar. Uw bewijs van inschrijving wordt u elke 3 maanden of elke 6 maanden tegenwoordig moet aanklikken je bent ingeschreven voor een half jaar, maar moet je elke keer even een knopje doen van wilt u verlengen? Ja. Wilt u verlengen? Ja. Heeft u al werk gevonden? Nee. Mijn agenda en dan eventueel het netwerk wat u heeft opgebouwd. Als u een cv gaat maken, nou, dan bent u toch wel een uurtje bezig. Dan moet u alles heeft ingevuld. Elke keer als u denkt van heb ik al ingevuld, dan komt weer een nieuwe. Wat je opleiding hebt gedaan, wat je voor je werk hebt gedaan, wat je hobby's zijn, wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Dat soort nee, ik snap niet dat ze niet gewoon net als wat die uitzendbureaus doen, gewoon een bestandje erin zetten. Ja, precies. Ja, handig. In plaats van dat je dat allemaal handmatig weer moet gaan. Ja, uw cv blijft daarin staan, dat kunt u in één keer meesturen. En dan hoeft u niet elke keer uw cv. Je moet hem echt handmatig invoeren. Ja, de eerste keer ja. Maar daarna blijft het toch wel uit. Ja, dan blijft het niet. Ja, ik bedoel, zo'n cv opsturen, scannen en klaar. Dan is ook pdf's. Dat heeft natuurlijk weer te maken met computers. Ja, maar dat is dan wel grappig, want als je dat overal moet doen, weet je wel, zo pam pam, dan ben je dat gewend. Ja. En dan krijg je ineens zo'n site dat je het handmatig denk je van, oh. Ja, inderdaad. Ja, terwijl je met werk zoeken wel nodig hebt, zo'n pdf. Als je gewoon ergens solliciteert, moet je een pdf meesturen of per post of via de e-mail of hoe je het ook in elkaar. Normaal op zo'n site, kun je natuurlijk ook digitaal solliciteren. Een aantal gegevens invullen, je plak je cv erbij, meestal zo'n bijlage meesturen uw cv en dan gaat hij zelf mee. Minder zin nog niet helemaal. Er staan nog een paar oefeningetjes op bladzijde 110 van uw werkboek.